Dames en heren, hier zijn ze dan. Jullie weten allemaal, wij zijn professionele dansers. Dansers eerst, gamers 2, lovers 3. Natuurlijk is er altijd onderlinge discussie tussen het publiek. Wie is er een betere danser, Timon of Peter? We hebben natuurlijk een ander stijl en dat is gewoon... We zijn allebei goed hoor, daar moet je niet in vergissen. Nee, maar dat weten we van elkaar, we hebben respect voor elkaar. Maar dat is ook helemaal geen concurrentie, we weten gewoon dat we allebei goed zijn in een andere stijl. Maar wat vindt het spel nou beter? En daar gaan we vandaag achterkomen in een nieuwe aflevering van Peter tegen Timon. Mogelijk de meest intense match aller tijden, want hier hechten we waarde aan. Die andere spelletjes kunnen me gestolen worden. Volgens mij op de wereldranglijst sta je eerst, toch? Nee, ik ben laatst ingehaald door jou. Jij stond grote tijd 2 het laatst ingehaald. Oh, dat heb ik helemaal niet. Het wisselt zo vaak. Ja, het wisselt vaak. Het is niet eens meer bijzonder gewoon. We weten allemaal, Timon heeft laatst Dancing with the Stars gewonnen. Dat is een hele prestatie. Maar daar wil ik tegenover zetten. Ja, de geruchten zijn waar. Ik heb de motion capture bewegingen van dit spel ingedanst. Dus Timon, ik schud je de hand. Normaal zijn we heel erg fanatiek. Maar nee, ik wens je gewoon succes dit keer. Soms heb je het gevoel dat je geboren bent voor een bepaald moment. Dit voelt als het lot. Just Dance 2015. Lekker spelen. Welke nummer we gaan doen lijkt me heel duidelijk. Zijn er mensen die twijfelen? Build for this. We hebben hier maar 12.000 punten gehaald. En dat is 1 van de wereld. Dat is echt heel treurig. Dat is heel erg zielig. Het geluid zal kut zijn, want wij gaan weg bij de microfoontjes en op naar de dansvloer. Zo ziet Timon's lichaam er nou uit. Voor de mensen die benieuwd waren naar mijn lichaam. Zo flexibel, ik ben een puddinkie. Wil je het even goed opnemen tegen me? Voor mij ben ik nu een voordeel. Moet ik je tijdens deze danssessie ook crazy noemen? Of? Ja, iedereen kent me als crazy op de dansvloer, dus laten we het maar zo houden. Dames en heren, wat we gaan doen is heel simpel. Het is een dance-off. Eerst gaat een van ons op een nummer dansen. Hij zet een score neer, vervolgens gaat de ander. Probeer die score te breken. Laat de beste danser winnen. Dance now, maar wachten we nog op. Oké, hij maakt zich warm. Hij kijkt heel serieus, heel gefocust. Moet je die amateur nu na gaan doen? Doet het nu al beter, ik zie het al. Perfect, je hebt alles perfect volgens mij. Je hebt alles perfect! Probeer dit maar te kloppen, makker! Leg je nog op koers voor een wereldrecord? Dit wordt een wereldrecord, dat is heel duidelijk. Volgens mij is het een flawless dans. Oh, ik heb niet eens muziek aan. Wat? Ik dans zonder muziek. Het ging goed. Man. Maakt het nou uit? Hij heeft zijn koptelefoon niet op. Puur op gevoel. Wow. Foutloos. Je hebt het sterretje te pakken. Dat metertje is helemaal gevuld. Tot de rand. Straks overstroomt het metertje. Dan moet je nu stoppen, want anders... Dat was hem. Hier doet je naam eer aan. Hoeveel punten heb ik? Ja, 3639! Dit is volgens mij een wereldrecord. Probeer dit maar te verbreken, makke. Man. Ja, dat mondje valt open, hè? Oké, ik ga ervoor, Timon. Weet je zeker dat ik dit wil? Dit kan als een vernedering aankomen. Wil je mij alsjeblieft crazy noemen op de dansvloer? Want als ik op de dansvloer ben, dan wil ik ook niet anders genoemd worden. Ik had het persoonlijk fijner gevonden als je het originele met je naam, maar goed. Peter, ik wens je succes. Dank u wel. Maar niet nodig. Daar gaat Peter. Of moet ik zeggen, crazy. Die heupies zijn goed. Kijk eens goed naar die heupies. Peter, doe je move. Heb ik het gedaan? Hij heeft hij het gedaan. Perfect finish! Perfect finish! Perfect finish! Hij heeft, hij het gedaan! Hij heeft het gedaan! Oké, we hebben het tegen elkaar opgenomen. Het voelt niet goed. We nemen het ook één keer op tegen de wereld. Mensen online. J-Dog. Die ken ik volgens mij wel. Oh, we spelen tegen een hond! We moeten dansen tegen een hond! We gaan het doen. Pure Golden Retriever volgens mij was dat. Inderdaad. Dit is trouwens ook een Walt Disney Classic voor degenen die het hebben aangevraagd. Is het af? 5 sterren! En we hebben het gewoon gedaan! Fuck jou hond! Smerige labrador! We hebben het weer bewezen! Crazy! Dames en heren, het was weer een spektakel. Er kan maar één de winnaar zijn. En laten we eerlijk zijn, al gaat het om dansen, zijn we allebei geboren winnaars. Voor de mensen die sceptisch waren, kijk dit filmpje het gerust nog een keer. Er is geen special effect aan toegevoegd. Het is puur natuurlijk. Ik zou zeggen, ga thuis ook even oefenen en dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Tot ziens! Bam, heb je een gat.
Laat me in je gat prikken. Je doet het. Ga je er ook doorheen? Mag ik mijn penis erin doen? Niet je penis, hè.